maar. Oh, ben je al begonnen? Nee, hij draait al maar. Ik kan de rest. Ik sta hier naast Simone Kerst. Nou ja, Simone Kerst staat eigenlijk voor de camera. Gefeliciteerd met de overwinning. Ja, super, dankjewel. Eindelijk weer na februari dat we eindelijk een keer weer een winst hebben. Ja. Ik denk ook wel dat we dat echt verdiend hebben. Want ja, we doen het eigenlijk altijd als team en het kwam er niet uit. En als je vandaag net als wij gewoon keihard werkt, dan krijg je uiteindelijk gewoon 3 punten. En je werkte hard, zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant. Was dat een bepaald opdracht dat je had? Dat je kon switchen met Anna en... Nou, de trainer zei wel dat we wat meer moesten wisselen van positie, zodat het voor hun wat moeilijker werd. Dat hebben we op zich wel redelijk geprobeerd. Je moet natuurlijk niet te veel doen, want zij hebben positie lopen. Ik denk dat het voor ons wel heeft geholpen dat je inderdaad de verdediging van hun een beetje uit positie brengt. Ja. Was het een lastige wedstrijd of hoe heb je de wedstrijd ervaren? Het werd op een gegeven moment inderdaad wel spannend. Je zag ook wel dat het nog even tricky was. Maar ik denk dat we er echt hebben gestaan en ook echt met z'n allen. En dat we de duels hebben gewonnen. Ook achterin bij ons was het nog even spannend. Ik vind dat ze dat goed hebben opgepakt. Ja, we hebben het eigenlijk echt als team gedaan en ook zwaar en zeer verdiend. Ja. En een bekroning op de 4-2 met een prachtige goal van jou. Ja, ik ben ook echt blij dat ik eigenlijk weer een doelpuntje heb gemaakt en daar kan ik weer verder opbouwen. En ik zag nog iets opmerkelijks, want volgens mij had je andere merk schoenen aan. Ja, ik ben even, dat is al een tijdje, ik ben even overgegaan van Nike naar Adidas. Maar ja, dat was meer omdat Adidas iets lekkerder zit voor mijn voeten. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik met een week weer andere schoenen heb hoor. Had niet zo bijgeloven, denk ik, nou ga ik de boeg om. Nou. Nee, die hele bijgeloof is weg. Tot slot, hoe vind je het tot nu toe gaan bij Alkmaar en hoe kijk je een beetje verder vooruit al? Het is niet mijn allerbeste seizoen. Het is vooral ook best wel wennen, omdat ik natuurlijk een hele andere omgeving heb. En nieuwe mensen om me heen. Ik woon hier ook, zeg maar. Ik heb natuurlijk geen school meer, dus het is allemaal even indelen. Maar ik denk, ja, weet je, iedereen heeft wel eens een keer zoiets. Ik wil ook proberen positief te blijven. Voor het team alles al hard te werken en dan komt het vanzelf, zoals vandaag. Ja. Stik goed op naar de volgende wedstrijd en weer overwinning neem ik aan, hè? Ja, zo, nu hoop ik dat we gaan doorbouwen en dat we de volgende overwinning ook pakken. Hè? Want ik denk ook dat we dat als team zeer verdienen. En we werken er keihard voor. Ja. Wil je nog iets meegeven aan de kijkers? Oproep doen of zo? Wat zeg je? Wil je nog een oproep doen aan de kijkers? Anders luister niet naar mijn wedstrijd. Oh, echt niet? Nee, nooit. Nee? Nee, je staat er aan mini-loos. Je mag het niet, hè? Nee, dat is niet. Dus de oproep is dat je minder moet praten? Het was echt in de laatste 3 minuten dat ik tegen haar ging praten. En je zag ook dat ze best wel boos van werd. Ze was een beetje gefrustreerd. Maar ja, dat is juist ook mijn bedoeling. Oh, geweldig, hartstikke goed. Nou ja, ik kan alleen maar aanmoedigen mensen te komen naar Alkmaar en Alkmaar aan te moedigen en roepen Simone Kerst. Ja, nee, we hebben het ook echt wel hard nodig. Ieder team heeft wel eens een periode dat het minder gaat. Dat het als team niet loopt, maar ik denk dat we het goed hebben opgepakt en ook een goede week hebben getraind. Weet je, je leert hiervan en hier hoor je alleen maar sterker van. Ik zie opluchting en een hele tevreden Simone, voor klopt, hè? Ja, ik ben echt trots op het team en we hebben het samen gedaan, niet als individu. En dat was ook wat we hadden afgesproken. Ik zag dat inderdaad terug. Iedereen wist elkaar weer te vinden, knokken voor elkaar. Het echt gevoel weer. Ja, je zag ook echt op het middenveld dat ze veel van positie wisselden en dat ze goed vrij liepen. Daardoor konden wij uiteindelijk de buitenspelers of de spits bereiken. Nou ja, dan maken ze het goed af. Ik heb daarin ook complimenten voor de verdediging van het middenveld. Ook dat ze gewoon goed hebben gelopen en bewogen. Nou, hartstikke bedankt. Geen dank. Ze zitten weer toch niet. Ja. Ja.